started using the new currency, that the currency that hold it. Ik zit hier op de Abono High School. Any other source? En we hebben wiskunde. Any other source? Iedereen is met zijn eigen buddy meegeweest naar de eigen klas. En daar hebben we de lessen gevolgd die ze normaal dus hebben. Apparel. No. So now we know the bullets. So we are going to learn how to apply the bullet to text. I would like you to put this one down. Bullets. I would like you to write it down. ICT, dat was een hele grote omschakeling. Er werd echt een desktop voor ons getekend op het bord. En dat je vanaf daaruit af moest leiden wat je op een computer moest doen. Dat was voor ons wel echt, ja, eigenlijk heel apart. Op deze reis van Going Global gaan ook 8 docenten mee. Die zijn er vooral om contact aan te leggen met de docenten hier ter plaatse. En dus ook allerlei ideeën uit te wisselen met elkaar, zodat we van elkaar kunnen leren. Aan het enthousiasme van de docenten merk je vaak dat gelijk is aan wat wij ook hebben. Wat ik wel erg merk is dat het heel veel reproductie is wat zij vragen van hun leerlingen. So, these are the procedure for that. How we are following? Dus wij vragen vaak heel algemeen van, snappen jullie het allemaal? De klas zegt dan massaal, ja, we snappen het. En er wordt verder niet doorgevraagd of ze het ook echt wel snappen. En dat is denk ik wel heel anders dan bij ons. Wat we heel erg hebben gemerkt is dat de leraren heel graag aan de slag willen op een andere manier, maar dat ze niet weten hoe. Dus wij hebben bijvoorbeeld met een bal waarop we nummers hebben die we hebben laten gooien in de klas, laten zien hoe ze de leerlingen allemaal bij de les kunnen houden. It was very great. Even though it was our first time using balls in teaching. And I can say it's very effective. It's involved all the students. Every student tries to answer questions when using the ball. So I can see the usage of the ball is very good. Ik hoop dat we inspiratie achterlaten. Ja, ik denk dat we de leraren hebben kunnen inspireren om nog beter te kunnen zorgen voor hun leerlingen. En door onze aanwezigheid, ja, hoop ik dat we daar een klein steentje aan hebben kunnen bijdragen. En dat ze, ja, iets beter onderwijs voor elkaar weten te krijgen. It's a fruitful week. Yes, let me put it that way. It's a fruitful week because we've learned a lot from you. And we think what we learned is going to help we, the teachers, and the students, and the school as whole. So I think everything was good.